Dat is gefeliciteerd, de Hoornse Derby, hij is binnen. Ja, voor mij was het de eerste keer en het voelt goed, voelt lekker. Ik denk dat het niet de mooiste wedstrijd was, maar zakelijk genoeg voor de 3 punten. En een mooie goal van jou, hè? Ja, nou ja, kijk, hij lag er en ik denk ik schiet hem gewoon en ja, hij gaat erin. Dus dat is prima en dat geeft zelfvertrouwen, dat is heerlijk. Ja, dat is de 2-0 en dan kom je met een 2-0 voorsprong de tweede helft het veld op. En dan hebben jullie zoiets van, dit gaan we niet meer uit handen geven? Nee, kijk, ik denk tegen TPP kwamen we achter en dan moet je zelf. En nu kom je voor en kunnen wij wat meer leunen. En dan, dan zie je dat je weinig kansen weggeeft, op het laatst nog een paar. Ik denk dat je het zakelijk uitspeelt en klaar. Ja, los van het feit dat dit een belangrijke wedstrijd is, sowieso onderling, deze wedstrijd tussen Veerhuis en Hovenkubo, is het voor jullie ook een belangrijke wedstrijd geweest? Want de eerste wedstrijd ging verloren dit seizoen, hè? Ja, kijk, we hadden de punten nu nodig, want anders kom je wel heel ver achter te staan en dan moet je alles weer inhalen. En we willen gewoon bij de eerste 4 en daar hebben we de ploeg ook voor. Maar ja, dan zou je wel de punten moeten gaan pakken. En vandaag is dat gelukt. Hoe was dat voor jou deze wedstrijd te spelen? Want je hebt een verleden natuurlijk bij Veerhuis. Ja, ik kom uit Hoorn en ik woon hier op een paar honderd meter vandaan. Ik heb een verleden bij Veerhuis. Ik heb hier wel vaker gespeeld, maar nog nooit op deze manier. En dit voelt goed. Ik bedoel, hoop publiek, hoop bekenden en daar doe je het voor. En tweede helft, behoorlijk onder druk gestaan, maar stand gehouden. Ja, nou, kijk, op zich als ik kijk hoe we onder druk stonden, vond ik het wel meevallen. Tuurlijk hebben we meer balbezit, maar ik denk dat we 50 keer breed hebben gespeeld. En dat het op zich wel meeviel. Vooral op het laatst, meevoetballende keeper, dan wordt het wat hectischer, komen een paar ballen voor de goal. En die rode kaart is doodzonde voor ons. Dus ja, op zich stonden we op het laatst wel onder druk, maar ik denk de eerste 10, 12 minuten van de eerste of tweede helft niet. Hoe lekker is deze overwinning dan? Want je zei het zelf al, hè, een rare periode na zo'n eerste nederlaag in de competitie. En dan moet je ineens weer en dan zo'n wedstrijd spelen. Ja, kijk, we speelden natuurlijk in augustus Supercup, die verlies je, dan TPP verlies je. En de jongens van het Nederland team, ja, die gaan de EK-kwalificatie in en die halen ze, dus gefeliciteerd. Alleen voor mij bijvoorbeeld, sta je wel 3 weken wat meer stil. Ik heb wel met de tweede meegedaan om ritme te houden. Alleen je hebt wel een tussenperiode en daarom is het juist lekker dat je deze wint. Ja, nu kun je zeggen, eindelijk gaat het echt los, hè? Want nu kun je gewoon iedere week lekker voetballen. Ja, nou begint het en gaan we opkruipen naar die eerste 4 en naar de play-offs toe werken.